Goedemiddag, dames en heren. Ja, het is zo, ik kan er vanmiddag helaas niet bij zijn, maar ik hou me op dit moment wel met duurzaamheid bezig. Namelijk met de besluiten van een strategische commissie voor een investeringsmaatschappij in Parijs die projecten over duurzaamheid financiert. Ja, en dan bent u er vanmiddag voor de tweede uitreiking van de Mark Cornelissen Brightlands Award. En als voorzitter van de jury kan ik u wel vertellen, we hebben het heel erg moeilijk gehad. Er waren 18 inzendingen over het hele scala van wetenschap, duurzaamheid en noemt u het maar op. En die werden eigenlijk allemaal, gekenmerkt door durf, ondernemingszin, passie, ambitie, het verleggen van grenzen, maar ook verbinden van mensen en onderwerpen. Dus u kunt zich voorstellen hoe moeilijk het was. Maar we zijn er uitgekomen. En wie dat gaat worden en op welke manier dat de jury zijn werk heeft gedaan, dat laat ik graag over aan Emmo Meijer. Hij gaat straks verder in op de genomineerden en gaat natuurlijk ook vertellen wie er uiteindelijk gewonnen heeft. Wie deze Mark Cornelissen Brightlands Award 2018 in ontvangst mag nemen. Het is niet niks. 35.000 euro. Geschonken, bij elkaar gebracht door allerlei donoren. En waarom doen we dit eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk dat we op deze manier jonge mensen, maar ook oudere mensen, die echt grensverleggend bezig zijn, een kans geven? Omdat dat nou precies is in de geest van Mark Cornelissen. Kortom, ik wens u een hele plezierige en ook een beetje spannende, uitdagende en grensverleggende middag toe.